Veel plezier heeft de eigenaar van deze Opel niet gehad van zijn gloednieuwe auto. Op de Groenstraat in Melik reed de auto in de richting van Herkenbos, waar deze rond 4:00 van de weg afraakte. De auto kwam tegen een boom tot stilstand en is totaal losgeraakt door de klap. Ook de bestuurder en een man op leeftijd raakte gewond. De airbags en kreukelzones van de nieuwe auto hebben de man waarschijnlijk het leven gered. De man is overgebracht naar het ziekenhuis in Remmen. De weg tussen Melik en Herkenbos is woensdagmiddag tijdelijk gestremd geweest voor al het verkeer.